gewoon een ramp voor de lijn. Ja. Want het is het enige wat er nog is. Ja. Naast de begraafplaats, school is weg. De dorpsraad beschikt over een stuk van de gemeente waarin het advies staat om het dorpshuis te sluiten, omdat het in slechte staat zou zijn. De lijnenaren zijn boos, want de gemeente heeft de laatste jaren geen onderhoud gepleegd. Zij hebben er zelf 3 jaar verwaarloosd. Het is niet eerlijk van de gemeente dat ze nu gaat zeggen, wegens achterstallig onderhoud brengt het te veel kosten met zich mee. Wij hier in de lijnen voelen ons eigenlijk het stiefkind van de gemeente. De gemeente zegt gewoon van, laat maar barsten. Het terrein van het dorpshuis wordt veel gebruikt door de Klaverjasclub, de Jeu de Boule Vereniging, Theatergroep en de Schildersclub. We zijn in de loop der jaren bijna familie van elkaar geworden. Het is dus behalve het schilderen ook de sociale belevenis. En dat is heel belangrijk. De oudjes die praten veel over vroeger, zoals het toen was. En dingen, de verhalen. En dat, als dat er niet meer zou zijn, dan zou dat een heel gemis zijn. Vooral voor zo'n dorpje. Je kunt niet meer een burendag organiseren, want dan moet je de mensen bij elkaar roepen. Je kunt geen winterborrel meer houden en je kunt niet meer een workshop houden, kerststukjes maken wat we hier hebben. Ik ga niet in Hoofddorp toneel spelen, ik ga niet in Bad Oevedorp, ik ga niet in Zwanenburg, ik ga in de Lijnen toneel spelen. En laten we zeggen, als de gemeente de vluchthaven sluit, houdt het voor mij op. Ik hoop niet dat we uit elkaar vallen. Het moet blijven hier, anders. We willen ons clubje houden.